Wat wil je straks drinken aan tafel? Wat drinkt Eva? Eva drinkt bier. Oh, ja, dan moet het maar. Nou, prima, is goed. Dankjewel. Weer een excuus. Hallo. Hoi. Leuk dat je er bent. Ja, hoi. Zeker. Eva. Hallo. Ik kom zo bij jullie terug. Is goed, klein beetje haast. Beetje haast, ik zie jou zo. Ja. Ik ben altijd op mijn best live. Ik leg scherp. Echt? Het is altijd ongemakkelijk met andere gasten. Ik meng me nooit zo met mensen. Gek is dat. Met André Hazes. Hij bracht al 3 soloalbums uit. Hij is vorig jaar vader geworden en nu krijgt hij zijn eigen real-life soap. Het is natuurlijk een grote eer dat je een real-life soap krijgt. Zeker als je zo jong bent. Maar ik kan me ook voorstellen, dag en nacht, camera's in je buurt, dat het heel ingrijpend is. Wat is het ergste wat kan gebeuren? Dat ik een keer bonje heb thuis? Nou ja, ik denk dat als dat niet op beeld zou zijn, dat het niet geloofwaardig is. Want ik heb ook bonje. Ja, tuurlijk. Dat denk ik ook. Ja. We zien je, we volgen je. Daar die bonje. Ik weet wat zeggen. Ja. Ik heb het interview van jouw zusje gelezen dit weekend in Volkskrant Magazine, Roxanne. Het is heel pijnlijk om te lezen dat zij en jouw moeder, dat zij jou niet meer spreken. Ja. Oh, ja. Op dit moment zijn wij geen aanvulling in elkaars leven. En zij hebben hun weg gevonden. Ik heb mijn weg gevonden. We zijn niet boos op elkaar. Alleen ik denk dat de volgende 20 jaar zonder ze is. Omdat op dit moment is er geen plek voor hun. En ik hoop echt vanuit mijn hart dat ze 100 worden. Alleen dat is zonder mij. Mensen waarschuwen mij wel eens over Eva. Pas op, ze is sceptisch, ze heeft echt een mening en ze is streng. Maar de keren dat ik nu ben geweest, het is altijd gezellig. Maar dan gaan we een biertje drinken. Ja, die komt nu. Kijk eens, dankjewel. Ik moet zeggen dat ik, toen ik hoorde dat jij bier in de show dronk, toen hoefde ik niet eens na te denken over wat ik ging praten. Het is gewoon sowieso al goed. Wat is er? Viezerik, wat je in die auto doet. Je smeerlap. Weet je, ik zou serieus de deur opgooien en eruit rollen. Ik mag het niet. Ik mag het niet in de relatie. Dus wij zijn nu 3,5 jaar samen. En dit is de eerste keer dat ik het deed. De camera was net 2 minuten aan. Ik geloof er niet van. Blind omhoog, echt waar. Waarom doe je dat dan? Moet hij die ring halen, die televisiering. Viezerik. Zou dat voor jou zijn? Ik denk dat ik dan geen talkshow meer kan presenteren. Dat mensen denken dat ik gek ben. Ja, echt? Ja, denk het wel. Ben je gek, ja? Eerlijk. Ik denk dat dat problematisch zou zijn. En daar ben ik dus benieuwd naar. Ja. Want deze ken ik. Ik wil die andere zien. Ja, maar kijk, weet je, ik moet ook een bepaalde rol vervullen aan tafel. Dus als politici komen. Als ik de avond daarvoor 3 kwartier tegen een kat heb staan ouwe hoeren. Doe je dat, ja? Nou ja, tuurlijk, moeiteloos. Als je dat soort waanzin ziet en je moet de dag daarna zeggen, Mark Rutte, hartelijk welkom. Ja. Dan botsen die 2 werelden. Ja. En dat is moeilijk. Ik moet een soort autoriteit behouden door niet alles te laten zien op tv. Nee. Dan doen we een keer zo'n avond zonder camera. Ja, dat vind ik wel goed. Dat vind ik echt heel gezellig. Proosten we dan ook. Cheers. Top. Succes, hè? Dankjewel, schat.